denkt, er komt een hele leuke man hier met tempura stokjes. Nina is aan het eten. Dat was nog niet ongezond genoeg. Nina en Elise van Chicks Love Food. Yes, wat leuk dat je weer kijkt naar een food video van Chicks Love Food. Elise en Nina, wat gaan we doen? We gaan vandaag makkelijke tempura maken. Gewoon echt. Het ziet er zo ingewikkeld uit, echt maar makkelijk. Het is gewoon echt makkelijk. En het gaat aan de hand van onze nieuwe vriend op kantoor. Jij denkt, er komt een hele leuke man hier met tempura stokjes en dat heb je helemaal niet, maar nee. Iets anders leuks. Iets anders leuks. We hebben namelijk een cooker cube. En wij zijn echt fan van cooker. Klopt. Jij hebt thuis één? Ja. Ik heb er thuis één. Nee, voornamelijk voor deze top. Je hebt een waterkoker eigenlijk niet meer in de keuken. Jij? Nee, dat klopt. Nee. Ik gebruik hem nooit meer. Maar je hebt dus een nieuwe cooker. Hier op kantoor hebben wij de allernieuwste en dat is de Cooker Q. En wat kan die nou? Die geeft kokend water, gewoon warm en koud water, gekoeld gefilterd water en bruisend water. En daar gaat het om vandaag. Daar gaat het om. Ik wil lekker zo'n krokant tempura laagje met een beetje bubbeltjes erin. Voel je het ook? Ja, ik voel hem zeker. Ik ben er echt gek op. En maar 5 ingrediënten. Tempura groenten. Komt die aan. Met nemen. Bloem, paprika, wortel, eieren, zoete aardappel. Maar je kunt natuurlijk alle groenten nemen die je lekker vindt, hè? Aubergine vind ik ook zo lekker met tempura. Of courgette. Maar vandaag gaan we het met dit olijfolie-trio trio doen. Oké, waar beginnen we mee? De groenten snijden? Ja. Oeh, wat een echte masterchef hier. Don't give me so much credit. Oké, nou dat was wel geteld 1 minuut. Door met het beslagje. Ja. Ik gooi dit even weg. Zal ik alvast een pan met olie opzetten? Ja, doe dat. We gaan eigenlijk gewoon frituren in de koekenpan. 3 eitjes. Super, ik haal vast het bruisende water. Ja. Het enige wat ik doe, in kan klikken en draaien. En dan heb ik dus meteen bruisend water. Top, daar gaat ie. Ja. Nou, je zag dat je wel echt een handeling moet doen, hè? Mensen zijn vaak bang dat je zomaar heet water of kokend water uit zo'n kraan krijgt. Dat is echt niet zo. Dan moet je 2 keer duwen en dan draaien. Een beetje zout erbij. Ja. En dan meng ik het op. En je mag wat klontjes houden. We zijn al begonnen. Kijk. Ja. Het sist in ieder geval goed. Het is lekker met de Franse slag. Hoppakee. Ik pak een bord met keukenpapier. Die bubbeltjes die zie je nog mooi. En dat willen we hebben. Oh, dit lijkt me echt heerlijk, ja. En dan is het een kwestie van dippen. En frituren. En frituren. Lekker smerig. Oh, hoppakee. Wij zijn lekker vies, daar houden we van. Ik ga hem omdraaien af. Ik zie dat er al sommige al bijna klaar zijn. Ja, die worden al bruin aan de onderkant. En dan ga ik ze gewoon zo omdraaien. Hoppakee, kijk eens. Nou, dat ziet er onwijs luchtig uit. Het voelt ook heel luchtig. Ik zit hem iets lager. Nou, we hebben nu lekker veel beslag. Bijvoorbeeld 2 van zulke porties. Dus we gaan straks gewoon nog even door. Maar laten we nu eerst maar eens 1 pannetje doen. Je ziet eigenlijk vanzelf welke er al omgedraaid kunnen worden. Kijk, ik krijg even een beetje zo'n goudbruin randje. En dan weet je, die kunnen wel omgedraaid worden. Hoppakee. In plaats van dat we wachten tot alles klaar is, jongens, proeven wij gewoon ondertussen al wat. Elise, met welke saus ga jij dit eten? Met sojasaus. Ik ben ook een echte sojasaus fan, maar dit is ook lekker met zoete chilisaus. Oh ja. Nina is aan het eten. Ja. Maar ze kunnen er dus uit. Zo, even goed uitlekken op het keukenpapier. Beetje extra zout. Dat was nog niet ongezond genoeg. Ga ervoor, deze unit. Ik kan het gewoon er niet aan qua hitte. Er is eentje die er al langer uit is. Maar dit bord gaat op. Je kan het ook met het gekoelde gefilterde water maken. Kijk, wij vonden het bruisende en lekker voor de luchtigheid. Ja. En dit, we noemen dit makkelijke tempura, omdat het gewoon een makkelijk beslagje is dat gewoon goed gaat. Ja. Als je echt de officiële
tempura doet, heb je een veel dunner beslag met meer klontjes. Dat is allemaal wat moeilijker. Maar wij noemen dit ook gewoon lekker tempura. Wij vinden de koeker echt een aanrader in je keuken. Ben je nou benieuwd? Kijk even in de beschrijving van YouTube voor meer informatie. Maken en natuurlijk de volgende keer weer kijken. Doei!